Yo, Vakogamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Who Wants to Be a Millionaire? Ik wil nog steeds miljonair worden, al is het met virtueel geld. Maakt me helemaal niet uit. Ik wil gewoon met jullie weer een nieuw potje gaan spelen. En deze keer niet met gamevragen, maar gewoon met algemene dingen, algemene vragen. En ik moet volgens mij al opletten. Zet deze acteurs op de volgorde waarin ze geboren zijn. Weet ik het? Charlie Chaplin. Jack Nichols, zo, denk ik. Volgens mij heb ik de laatste twee fout. Charlie Chaplin sowieso als eerste, die is heel oud. Ah, kijk, daar gaan we al mis. Hey, oh, ik heb hem met twee omgewisseld. Nou, vooruit, I'll take it. Vakonov heeft 1 punt en dat is goed genoeg, want hij mag gewoon lekker meedoen. Aangezien er geen andere kandidaten zijn, ik moet het gewoon weer helemaal in mijn uppie oplossen. Haha, ik ga gewoon miljonair worden deze keer. Daar heb ik zin in. En als ik miljonair word, trakteer ik iedereen op een ijsje. Echt waar. Een digitaal lijstje dan. Stuur ik jullie een hele mooie link. Komt-ie. En you win a million. Weet ik. Ik weet hoe het werkt, vriend. Ja, ik heb 3 levenslijnen. Ik weet het. Ik heb dit pannetje potverdorie vaker gespeeld. Kom nou, vraag. Kom. Give me a vraag, please. Dank u. Oké, gaan we. Even makkelijk beginnen. Mijn muis. In de Disney-film... Wat voor een dier is Bambi? Is Bambi een olifant, een hond, een hert of een kat? Nou, Bambi is een hert natuurlijk, hè? Een dier! En zijn moeder wordt afgeschoten. Bang! Lekker voor je. Hertenbiefstuk is best lekker trouwens. Sausje eroverheen. Lekker. Wel een beetje balen voor Bambi, dat dan weer wel. Met welke van deze dingen wordt de stad van Las Vegas het meest geassocieerd? Met skiën? Met zeezicht, met bergen of met casino's? Las Vegas is natuurlijk de stad van de casino's, hè? Casino's in Las Vegas. Voorlopig is het niet zo moeilijk. 2 vragen goed, €200. Nee, maar het waren ook wel hele makkelijke vragen die je me stelde, vriend. Uh-oh. Oh-oh. Welke van deze is een Europese platvis? Patimao-perk, Dover sole, Bilbao Briem of Marseille Baas? Dit is de 3e vraag, Pipo. Hoe moet ik dit nou weten? Ik ga het, ik ga het publiek me vragen. Kom op, man. Hou het leuk. Wat zijn het nou voor vragen? Hoe moet ik nou weten wat een Europese platvis is? Doe mij dan maar gewoon gamevragen. Ik zeg, voorlopig zeg ik D. Ik weet niet waarom. Dat klinkt leuk. Marseille is een leuke stad, dus vandaar. Marseille. Oh, nou dan ga ik met het publiek mee. Dover sole. Nog nooit van gehoord. Ik zou echt niet weten wat het is. Een Dover sole. Komt waarschijnlijk uit Engeland. Dat is wel balen dat ik nu gewoon al een lifeline kwijt ben. In welke film speelt Ben Stiller? Week in het land, dag in het park, nacht in het museum of nacht in Parijs. Of avond in Parijs. De enige film van deze 4 die ik ken is Night in the Museum. Dat is de enige film die ik ken. Voor mij was die andere gewoon zelf verzonnen om mij in de war te brengen. Dat is natuurlijk flauw. Correct, €500. Het is zo'n mooi paars briefje. Die zijn leuk. Oké, kom maar op. Welke van de Rolling Stones speelt op de drum? Charlie Watts, Mick Jagger, Ronnie Wood of Keith Richards? Volgens mij is dat Keith Richards. Zal ik het durven? Je moet een beetje gokken in je leven. Keith Richards. Zeg niet dat het Mick Jagger is. Charlie Watts? Huh? Nog nooit van die hele pipo gehoord. Wat is deze? Continue nog een keer. Potverdorie zeggen, wat is dit nou voor grap? Ik ga voor de special edition. Ik ga voor de game vragen, dus tenminste iets wat ik kan. Select, hup. Dat zeg ik nou wel dat ik het kan, maar ik heb ook even verstand van game vragen. Kom maar op. Auw. Stot op mijn neus. Auw joh. Stomme microfoon. Ja, dan gaat hij zijn hele speech nog een keer doen. Een miljonair. Let's play. Nou, oké. Moeten we er weer eentje volgorde zetten. Vooruit. Warcraft games. Ja, daar heb ik er helemaal geen verstand van, man. Zo. Denk ik. Nou, die is goed. Ah, helaas. Ah, ik heb er eentje goed. Eentje is goed genoeg voor de Vako. Kijk, ik heb weer één punt. Mag ik weer meedoen? Want ze hebben weer geen andere kandidaten. Hè, vervelend. Dit programma heeft niet zo heel veel kandidaten, alleen ik. Ik doe elke keer mee, maar ik verlies elke keer. Het is me in deze hele game nog nooit gelukt om 15 vragen achter elkaar te beantwoorden. Nog nooit. Op een gegeven moment komen ze met dingen van kunst en cultuur. Ja, daar heb ik er helemaal geen verstand van, man. En je win a million. Oké. Deze keer gaat hij goed, hè? Ik heb er vertrouwen in. Doe jullie vast even een like, dat helpt altijd. Dat is echt waar. Dat helpt altijd om mij extra energie te geven en extra hersenkracht. Elke like is een IQ-punt voor mij. Oké, komt-ie. Wie speelde... Of wie gaf de stem aan Doc Brown in Back to the Future the Game? Martin Sheen... Bruce Willis, nee, dat zal er niet. George Clooney zou ook niet. Christopher Lloyd. Gokje eerste klas. Maar een gokje was goed. Nog nooit van die hele vent gehoord. Doc Brown ken ik natuurlijk wel, maar... Wie die stem insprak, hoe moet ik het nou weten? Ik heb die hele game toch nooit gespeeld. Wie gaf zijn naam aan een decathlon game... na de Olympische Spelen in 1984? Wat zijn dit nou voor gamevragen? Dat weet ik toch ook niet? Daley Thompson? Daley Thompson. Ik ken die naam ergens van. Daley Thompson. Ik weet alleen niet waar ik hem van zou moeten kennen. Publiek. Ik ga echt als een razende door die hele blijheid. Ik was nog niet eens geboren in 1984, man. Hoe moet ik dat nou weten? Ik hoop dat er een heleboel oude mensen in de zaal zitten. Misschien dat dat helpt. Ah. Daley Thompson. Thompson. Zal ik eerlijk zeggen, dat had ik ook gegokt, maar... Ik zou niet weten wie die... Wie waren die andere mensen dan? Waren dat zijn buren of wat? You've had no problems. Nee, weet ik, omdat het publiek me hielp. Welke game was de opvolger van Wii Sports? Wii Sport Resorts, We Love Sports, leuke naam. We Play Sports of We Sport Stadium. Dat was Sport Resorts. Heb ik ook ooit nog eens een keertje gehad. We Sport Resort. Vierde vraag. Undercover, Hot Pursuit en Carbon waren titels in welke gameserie van race games? Gran Turismo, Need for Speed, Wipeout of Mario Kart? Need for Speed, Hot Pursuit en Carbon natuurlijk, maar die heb ik ook ooit nog wel eens een keertje gespeeld. Oké, vijfde vraag. Als ik deze goed heb ik sowieso $1000. Of euro in dit geval. Deze moet ik goed hebben. Dan staan we in ieder geval hoger dan waar we net waren. Dan sta ik niet zo heel erg voor lul. Wie is de hoofdpersoon in True Crime Streets of LA? Leon Kennedy, Joseph Allen, Bill Efford of Nick Kang? Leon Kennedy die zit in... Resident Evil? It's your choice. Joseph Allen, Bill Efford, Nick Kang. Ik ga voor Joseph Allen. Wat is dat nou voor naam voor een hoofdpersoon? Nick Kang. Kang, Kang, Kang. Dat is toch geen naam? Wie noemt zijn zoon nou Nick Kang? Dat is toch geen naam? Dat doe je toch niet? Ah. Ik vind dat je dat gewoon niet doet. Dat zijn gekke namen. Ik vind dat niet telt. Vakogamers. Als jullie nog meer willen van Who Wants to Be a Millionaire, doe dan vooral eventjes een like op deze video. Ga ik eens even kijken of dat ik de komende tijd meer van deze video's moet gaan opnemen, want ik vind het heel leuk. Maar jullie moeten het natuurlijk ook leuk vinden. En als jullie het leuk vinden, dan laat je dat altijd even blijken door een like te doen. En dan kan ik precies zien of dat ik meer van deze video's moet opnemen of niet. Dus ik zie jullie hopelijk de volgende keer weer terug bij een nieuwe Who Wants to Be a Millionaire. Maar dan moet ik een naam voor deze game eigenlijk. Who Wants to Be a Millionaire? Wie wil rijk zijn, laat ik het zo noemen. Vakogamers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer bij Wie wil er rijk zijn? Mazzel!